De Noordzee is altijd in beweging. Het is een van de drukste zeeën ter wereld. Vissers, windparken, scheepvaart, zandwinning. Iedereen wil iets van de Noordzee. En is er dan ook nog een plekje over voor de natuur? Er verandert zoveel op de Noordzee dat we spreken van de Noordzee-transitie. Wageningen Marine Research ondersteunt die transitie met wetenschappelijk onderzoek. Wat zijn de ecologische effecten van al die economische activiteiten? De Noordzee-transitie bestaat uit drie onderdelen. Er is de energietransitie. In 2050 zullen er naar verwachting zo'n 5000 windturbines in het Nederlandse deel van de Noordzee staan. Maar wat zijn de effecten van al die windparken op het zeeleven? Hebben zeehonden en bruinvissen last van het lawaai van de aanleg van windparken? Komen vogels in gevaar door de turbines? Hoe reageren haaien en roggen op stroomkabels op de zeebodem? En kunnen de windparken een kraamkamer zijn voor jonge vissen? Daarnaast is er de voedseltransitie. Waar kunnen vissers vissen als er meer ruimte komt voor windparken en natuurgebieden? De Noordzee is een van de meest productieve zeeën die we kennen. Hoe kunnen we daar verantwoord mee omgaan? Hoe gaat het met de populaties van vissoorten als schol, tong en kabeljauw? Is de Noordzee geschikt voor aquacultuur met mosselboerderijen, oesterriffen en zeewiervelden? Misschien wel in de windparken? Ten slotte spreken we van de natuurtransitie. Welke gebieden zetten we opzij voor de natuur? Wat is nodig om het ecosysteem van de Noordzee te verbeteren? Hoe ziet de biodiversiteit eruit rondom windparken? Hoe gaat het met de vissoorten die we niet commercieel interessant vinden en dus ook nauwelijks monitoren? En wat zijn de effecten van klimaatverandering op het leven in de Noordzee? Rond al die transities doet Wageningen Marine Research onafhankelijk ecologisch onderzoek. We leveren conclusies, adviezen en data voor overheden en andere partijen die op de Noordzee actief zijn, zodat we goede keuzes kunnen maken. Op die manier spelen we onze rol in het maatschappelijke debat over de Noordzeetransitie. Over de toekomst van de Noordzee. Over de zee die altijd in beweging is.